Hi mensen, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Spreek EETS. Hoi. We spreken niet over de ziekte AIDS. Ik weet niet waarom ik dit nog steeds in mijn hand heb. Ik moet even zo doen, hoppakee. We spreken niet over de ziekte AIDS. Nee, we spreken over de EETS, want we zijn aan het eten. En de meervoud van eten is AIDS. Toch? Ja, dat zijn goed. Ja, dacht ik. Vandaag gaan we het hebben over hele leuke dingen. Geld. Wow, 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 wow. Nou, het komt er wel bij te pas. Het komt er verdomd goed op neer. Ja. Waar wij namelijk ons aan storen, is het feit dat games altijd in early access zijn. Oftewel alpha. Wat dus betekent, voor als je daar niet mee bekend bent, dat betekent een game is nog in ontwikkeling, moet nog worden uitgebracht, maar je mag hem al wel spelen en je mag hem al wel kopen. De ontwikkelaars zeggen dan bijvoorbeeld, yo man, betaal €30 voor onze game, dan kun je alvast spelen, terwijl we nog verder gaan met ontwikkelen. Hij komt, volgend jaar komt hij uit, volgend jaar februari. En dan is het volgende jaar februari en dan komt hij uit en is er eigenlijk niks veranderd. Of hij komt niet uit. Hij komt niet uit. Want dan zeggen ze van, ja, we weten niet precies wanneer hij uitkomt, want hij is nog in ontwikkeling. Ja, maar dat is juist het stomme eraan. Als je gewoon niet weet hoe lang het ongeveer gaat duren, geef dan ook geen datum op. Ik weet wel dat zeg maar, het publiek vereist wel een soort datum als het ware, maar dan kun je alsnog zeg maar in kwartaal 3 van 2016 kan die uitkomen. Dan heb je zo'n, dat is een veilig antwoord. Ja, maar ik wil vastigheid. Ik wil weten van, oké, daar is nu een ontwikkeling, maar volgend jaar februari is hij af. Dan moet hij ook af zijn. Ja. En ik wil dan ook sowieso een datum hebben. En dat geven ze nou niet. En dat is gewoon kut. Dat is gewoon lelijk. Dat is gewoon stom. Maar toch trappen fucking veel mensen erin. Elke early access game is, nou niet elke, oké, maar de meeste early access games zijn meteen top 5 Steam sales als hoogst. En Steam heeft nu 125 miljoen users. 125 miljoen actieve users. Actief? Actief. Dat is veel. Ja, dus kun je nagaan dan. Je hoeft eigenlijk maar gewoon een game te ontwikkelen. Je brengt hem op Steam. Je zorgt dat mensen gehyped raken. Je hoeft maar te zorgen dat 500.000 mensen het kopen en je bent binnen. En dan kun je zeggen van, oké, ik kan hem later. Ik ga toch niet meer ontwikkelen. Doei. Want ja, je zit nergens aan vast. Toch? Bedoel jij hier specifiek DayZ? Ja, om even een naam te noemen hoor. Want dat is wel een kutactie. Want ja, ik heb die game wel gekocht. Ja. Dat is het punt. Het was zeg maar, ik speelde destijds Arma 2 DayZ. Dat had ik speciaal Arma 2 gekocht om dus DayZ de mod te spelen. Ja, ja, klopt. Zo. Toen op een gegeven moment kwam DayZ met een standalone. Nou, die gast die heet Rocket, geloof ik. Hele mooie verhalen. Het gaat waanzinnig worden en iedereen zou het willen spelen. Nou, iedereen wilde het ook spelen. Iedereen, of grotendeels, koopt dus ook een early access. En volgens mij had ik dat via jou gehoord of wat dan ook. Dat opeens Rocket die zegt, tjallas, ik ga er vandoor, ik ga andere dingen doen. Ja, klopt. Hij is toen weggegaan inderdaad bij het ontwikkelingsteam. En heeft gezegd van, ja, het is niet meer aan mij. Ik ben wel de eigenaar geweest en ik heb wel altijd goed gepraat over de game. Maar het is nu niet meer mijn pakje aan, ik ga er vandoor. Ja. Dan ging hij andere games en nieuwe games ontwikkelen. Terwijl die lul die zit nu gewoon met zijn piemel te spelen op een cruiseboot. Ja, dat gebeurt er met je geld. Want je belooft iets en je komt je belofte niet na. Ja, maar dat hoeft ook niet, omdat early access die zegt, we weten het niet. Dus dat is het risico van het kopen van zo'n game. Alleen ja, je wilt ook niet achterlopen op de rest. Nee. Mensen gaan altijd de horde achterna. Dus als 100.000 mensen die game hebben gekocht, waarom jij dat niet? Dan zal het wel goed zijn. Am I right? Ja, ja. Dat is de reden waarom ze het kopen. En dat is de reden waarom wij eigenlijk en andere mensen erin trappen. Wat eruit. Burn op. Godverdomme, de batterij bijna op. Voor mij doet hij nou weer, want de batterij zit er weer in. Ja, doet het weer. Doet hij het? Zo. Nu we early access hebben gehad en helemaal een fuck you hebben gegeven. Oh, want dat wilde je doen. Maar toch zo dom zijn om het elke keer te kopen. Nou, dat wilde ik niet per se doen, maar dat is gewoon zo. Alleen, je koopt het toch wel weer, dus je kan zeiken wat je wil, maar... Ja. Je wordt gewoon gehyped door vette games. En je denkt gewoon, dat wordt een vette game. Ja, vette concepten. Ja, inderdaad. Vette concepten met een originele twist eraan. Daarom koop je het. En dan hoop je eigenlijk maar gewoon op het beste. Maar een ander ding. AAA games. Ik was vorig jaar vet gehyped voor bijvoorbeeld The Division. Van Ubisoft. Iets minder gehyped voor Watch Dogs. Ik vond het concept wel vet. Maar iets minder gehyped daarvoor. Mm-hmm. Toch, Watch Dogs was echt gewoon kut. Was gewoon echt poep gewoon. Poep. Want niks klopte, bugs waren er, graphics waren er helemaal niet die ze lieten zien, bla bla bla. Met The Division, wat van dezelfde is, alleen dan in samenwerking met die Tom Clancy gast. Die is trouwens dood, hè? Echt? Ja, Tom Clancy is overleden. Rip. Ik verwacht daar dus niet te veel van. Omdat ik nu weet van bijna alle AAA-games die zijn uitgekomen, alle grote namen, er komt helemaal niks meer van. Dat is allemaal maar van, yo, kijk deze graphics, kijk helemaal dit, kijk hoe cool we zijn en kijk wat we kunnen. En dan ga je de game in en dan is het eigenlijk compleet anders. Ja, dan hebben ze eigenlijk te veel geld geïnvesteerd in de marketing als het ware. Van kijk hoe gaaf het is, ja. Maar uiteindelijk is de game helemaal niet zo gaaf. Nee, maar dat geld steken ze juist in de marketing, omdat het helpt. Ja, omdat het verkoopt. Ja. Maar uiteindelijk is het wel een teleurstelling. Nou, maar het klopt wel wat je zegt. Het is gewoon hoe meer je hypt, des te meer er zeg maar sneak peek je laat zien, maak je het publiek zeg maar warm. En dan koopt ze het. Ja, maar en daarna als ze teleurgesteld zijn, is het gewoon eigenlijk, nou ja, boeien, we hebben ons geld toch wel. Maar je hoeft tegenwoordig niet eens meer de waarheid te spreken als gameontwikkelaar. Dat hoeft niet eens. Want je kan altijd een game pre-orderen. En echt fucking veel mensen, ik heb geen statistieken, maar fucking veel mensen pre-orderen die shit. Dan komt die game uit. En dan hebben ze eigenlijk dingen laten zien die helemaal niet in de game zijn. Maar boeien, de game is toch al verkocht. En je kan het toch niet terugbrengen omdat in deze interview hij dit zei en op deze beelden ziet het er anders uit. Nee. DLC's. Ja, jullie laten dit zien in de trailer, maar het zit niet in de game. Nee. Al koop je voor €15 een DLC, dan heb je hem wel. DLC is uitbreiding voor de mensen die het niet weten. Ja. Downloadable content. Maar vroeger was het, zeg maar, bestond het ook wel. Maar was het vele malen meer. Dan had je zeg maar een game. En die bevatte al heel veel. En dan kon je een expansion erbij kopen. Dat was de shit als je een expansion kocht. Maar dan had je extra shit. Nu is dat op zich ook wel zo. Maar in mindere mate. Veel minder. Je krijgt bijvoorbeeld 2 of 3 levels erbij. Ja. Voor €10. Ja. Nou, joepie. Dat gaan we doen. Nou, blijkbaar dus wel. Want anders gebruikten ze die tactieken helemaal niet. Maar ik vind dat gewoon zonde. Ik vind het zonde dat het zo moet. En dat op deze manier zeg maar de mensen die geen flauw benul hebben van hoe games eigenlijk. Want, ander voorbeeld. Dying Light. Fucking goede game. Tenminste, van de story begin tot eind. Daarna zeggen ze van, ja, maar dat is net zoals Dead Island 2 en 3. Je hebt een gigantisch grote open wereld, heb je dan. Ja. En dan kun je vet veel leuke dingen doen. Want je kan sidequests doen, je kan met andere mensen meeten en weet ik het allemaal. Maar that's it, weet je wel. En nu hebben ze dan wel mods erbij, maar that's it. Gewoon, het is niet meer leuk. Dus het is van begin tot eind is het leuk. Plus, wat heel veel mensen dan niet weten, omdat het dan bijvoorbeeld bij een YouTube kanaal terechtkomt die 1,5 miljoen of een paar miljoen abonnees heeft, maar alleen maar van de oudere generatie, dus niet van de jongere generatie. Die zeggen dan bijvoorbeeld van, kijk, als je hier in de game loopt heb je 10 fps. Maar als je hier in de game loopt heb je 100 fps. En oh ja, dat ken ik. Veel mensen weten niet eens wat fps is. Dus die gameontwikkelaars maken ook nog eens gebruik van de informatie die sommige mensen dus totaal niet hebben. En gebruiken dat als marketing tool. Of helemaal niet. Die noemen dat niet eens. Daar moeten we dan zeg maar zelf achter komen van hoe dat dan in elkaar zit. Ja. Daarom is het eigenlijk altijd belangrijk, maar dat is bij alles zo, voordat je iets koopt, voordat je een game gaat kopen, ga eerst kijken wat andere YouTubers daarvan zeggen. Een hele goede is bijvoorbeeld Total Halibut. Frankie 1080, hoe heet nou? Frankie in PC 1080p. It's on PC, niet on in PC. Die. Maar dat zijn bijvoorbeeld 2 van die gasten die altijd heel erg uitgebreid een mening hebben over een game. En letterlijk 10 minuten spenderen in het menu van de game. Dat ze gewoon op escape drukken en dan naar opties. Dit gaan aanpassen, dat gaan aanpassen. Die hebben 10 verschillende videokaarten waarvan ze de processors laten zien. Noem het allemaal maar op. Daar leer je zoveel van. En voordat die game uitkomt, mogen hun dat al testen en gaan hun dat ook testen. Dus ja, dat is gewoon één ding voordat je een game koopt. Doe research. En als er weinig research te doen is bij bijvoorbeeld een early access, en je hebt zoiets van, nou, ik heb het geld niet echt nodig. Gooi het geld er tegenaan. Heb je het geld wel nodig? En twijfel je? Niet doen. Als je twijfelt moet je het echt nooit doen met early access. Nooit. En je kan nog altijd genieten van YouTube-video's van waaronder ons 2. Ja, maar wij geven geen inside informatie. Wij zeggen bijvoorbeeld niet van, nee, maar dan kun je zelf wel een oordeel vellen. Van, ik bedoel, Wij hoeven niet per se alles te pinpointen van, oh, dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Natuurlijk. Ik bedoel, jullie als kijker zijnde kunnen zelf al een beetje bepalen van, oh, ik vind het een beetje stom dat dat gebeurde. Hoort dat of niet, weet je? En op die manier doe je al research door gewoon al video's te kijken, ook al is het maar voor entertainment doeleinden. Dat is waar. Wij kijken dan bijvoorbeeld met z'n tweeën wel eens naar Lyric, dus een streamer, en die speelt dan heel veel H1Z1. Dus op het moment is dat zo'n ja, relatief populair zombiespelletje. Maar dan zie ik ook vaak genoeg dingen voorbij komen, omdat hij ook gewoon vele malen vaker en langer de game speelt dan ik. Dat hij ook gewoon dingen tegenkomt waarvan ik zit van, ik weet niet of ik het daar wel helemaal mee eens ben. Dus op die manier ga je dan weer letten, zeg maar, op de patches die daarna komen, dus zeg maar de updates. Of dat dus al verholpen is. En dan kan je dus een beetje bijhouden of dat dus gefixt wordt, ja of nee. Indien niet, nou dan weet je eigenlijk al een beetje genoeg. Indien wel, nou dan kan je weer naar het volgende foutje gaan zoeken. Ja. Nou, dat is specifiek het geval bij early access games. Maar eigenlijk, ik denk dat serieus die gameontwikkelaars en helemaal de grote, omdat ze niet aan de verwachtingen voldoen die ze laten zien aan het grote publiek, dat er juist getorrent wordt daarom. En dat ze juist illegaal dingen dus gaan downloaden van die games. Omdat, ja, wat is er nou relaxter dan de game downloaden, testen. Vind je het cool, wil je online, dan pas kopen. Ja. Vind je het cool, maar niet cool genoeg, nou flik je hem weer weg. En dan heb je hem niet gekocht en heb je het gewoon getest. Ja. Mensen kijken nu nog naar YouTube-video's om een oordeel te vellen of de game vet is of niet vet is. Maar ik denk dat er steeds meer mensen overstappen naar dat hele torrent en illegaal games gedownload. Omdat, ja, dus voldoet het wel aan de verwachtingen? Zal ik de game wel pre-orderen? Steeds meer mensen, steeds meer gameontwikkelaars laten ons in de steek. En daarom krijg je denk ik alleen maar meer juist dat mensen het willen testen. En dat ze niet meer de gok willen nemen. Ja. En dat is zonde. Ik weet nog wel dat je vroeger op de PlayStation was dat. Dan had je echt zo'n demo-cd'tje als het ware. Ja. Daarmee kon je dus al de game proberen. En dat was gewoon heel gelimiteerd. Misschien met storyline was het één korte missie of zo. Maar dan kon je al een beetje voelen en spelen van hoe het was. Ik weet nog wel, had ik een game genaamd Hercules. En dat vond ik zo'n geweldig spel. Maar ik had geen idee waar ik het kon kopen. En volgens mij had ik het geld ook niet, want ik was een jonge knaap. Maar die demo die had ik echt 100 keer achter elkaar gespeeld of zo. Ik vond het zo vet. Nou, dus dan ga je hem echt al helemaal uitproberen. En eigenlijk het teleurstellende eraan. Ik heb nooit die game gekocht. Gewoon nooit. Ja, maar misschien is het daarom ook heel moeilijk nu om demo's te downloaden en te vinden. Want ik bedoel, ze bestaan eigenlijk niet meer. Zijn er nog wel genoeg demo's? Ze zijn er heel weinig. Ja, maar te weinig vind ik. Omdat ze dus denken dat het niet meer hoeft. Omdat er al genoeg mensen YouTube-video's, content erover maken, streamen op Twitch. Dus ze hebben niet echt meer van, nou, we hoeven geen demo meer te doen. Nee, maar er is eigenlijk komt er wel weer behoefte aan, denk ik. Als ze dat illegale gedownload tegen willen gaan, denk ik dat het juist een goede stap zal zijn. Ja, dat denk ik ook. In plaats van maar proberen die torrents sites naar beneden te halen, want dat gaat toch nooit werken. Nee, internet wint daarin toch altijd. Ja. Ik heb lekker gegeten, man. Ik ook. Bedankt. Ja. Want jij hebt gekookt ditmaal. Ik heb mijn best gedaan. Ik had alleen geen pasta saus. Nee, dus we hebben moeten improviseren. Maar we hadden de rest wel. Lekkere saus. Ik denk dat Spreek EETS een beetje vergelijkbaar is met een podcast. Ja, tijdens het eten. Maar dan een soort ja, ik vind het wel wat hebben. Ja, ik weet ook dat er mensen rond vroegen, dus bij deze, alsjeblieft. Tot de volgende keer bij een nieuwe Spreek EETS. Ruikt wel lekker.